We gaan luisteren naar Tom Heerts. Staat al daar klaar achter het spreekstoel. En Tom Heerts kennen we als oud-Kamerlid, maar ook oud-voorzitter van de FNV. En op dit moment is hij voorzitter van de MBO-raad. En naast mij zit Mariska ten Heel. Zij is wethouder in Hengelo. En daarin heeft zij werk en inkomen en economie in de portefeuille. We hebben nog wat laatkomers. Kom binnen, ga zitten. En Mariska is ook de landelijke ambassadeur van een leven lang leren. Leerwerkloket. Tom zal in zijn lezing ingaan op het belang van het MBO voor de arbeidsmarkt. Maar zal ook aandacht besteden aan een recente constatering van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Die stelde dat een kwetsbaar deel van de middenklasse steeds harder moet werken in onder steeds onzekere omstandigheden. Daarna is er een kort filmpje en dan gaan we naar Mariska. En Mariska zal ingaan op kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt en wat je daar nou lokaal aan kan doen. En volgens mij ga je ook vertellen wat jij zelf in Hengelo doet. Daarna, na het verhaal van Mariska, is het tijd om met elkaar van ideeën te wisselen. En dan is natuurlijk aan u de vraag wat u zelf gaat doen met de thema's die u gehoord heeft. En dan moet je ook vooral niet vergeten om de ideeënkaart alvast paraat te hebben, want zonder ideeënkaart is er geen essaybundel. Tom, ja. Ga je gang. Deze? Dankjewel. Ja. En 4:15 aan de borrel, toch? Heb ik onthouden? Of... Jij wel. Oh, oké. Ja, de reden dat ik hier sta, dat heeft en met Mariska te maken, maar ook met de gedeputeerden die hier zitten, meneer Van Heijen. Want die kwam deze zomer van, ja, we moeten toch in de provincie ook rond de leven lang ontwikkelen. MBO, wat gebeurt er allemaal? Regionaal arbeidsmarktbeleid, moeten we ook wat doen. En het is eigenlijk ondenkbaar dat jij als stukker daar niet aanwezig bent dan in mijn provincie. Dus dat is ook gewoon weer praktisch hoe het soms werkt. Maar ik doe dat graag, want in Overijssel gebeuren de goede dingen. En ik zie ook een provincie, ik ben natuurlijk op veel op nationaal niveau bezig, maar ik zie ook een provincie die zich wel nadrukkelijk bemoeit met het stimuleren van het regionaal arbeidsmarktbeleid. Als je kijkt naar de grote decentralisaties, dan zou je kunnen zeggen, nou, de provincies doen nog lucht, water en wegen. En gemeentes doen eigenlijk alles rond vlees en bloed, dus de menskant. En toen werd er wel eens gedacht bij die decentralisaties, ja, wat doen die provincies dan daarna nog op thema's als regionaal arbeidsmarktbeleid? Nou, die hebben, vind ik, vooral een stimulerende functie. En je ziet ook nu een aantal gemeentes, wie had dat 10 jaar geleden gedacht dat Mariska ten Heel vanuit Hengelo, misschien wel wethouder, maar ook landelijk, zeg maar, boegbeeld van in de G32, dus de grote gemeentes en de vier, dus de centrumgemeentes, dat zij ook een landelijk boegbeeld is als het gaat om dat regionaal arbeidsmarktbeleid, vooral aan de onderkant, waar zij zo meer over gaat zeggen. Nou, dat komt ook allemaal uit Overijssel. En de voorzitter van de Landelijke Werkkamer rondom het thema werk en inkomen, dat is wethouder Welman uit Enschede. En die overlegt met VNG en de werkkamer, de sociale partners natuurlijk ook, die overlegt ook veel. Dus ik wou maar zeggen dat in die provincie Overijssel er een aantal ontwikkelingen zijn, gesteund door het bedrijfsleven, maar ook gesteund door de bestuurders en de ambtenarij, die best wel vooruitlopen op de rest van ons land. Dus dat is alleen maar mooi. Gisteren mocht ik bij Landstede en Deltion zijn, dus twee grote mbo-poten in Zwolle. Zwolle is sowieso een grote onderwijsstreek, de IJsselstreek. En daar mocht ik, want hij zit hier in de zaal, en anders dan zeg ik, nou, dan zal ik dat morgen aanhalen. Dus dat wordt dan ook nog gecontroleerd ook. Het zorgtrainingscentrum. Maar daar zitten dus 3 labs in, laboratoria, waarin zeg maar, het onderwijs, beroepsonderwijs, maar ook het hoger beroepsonderwijs en het bedrijfsleven samenwerken. En dat was echt een geweldig goed voorbeeld. Hier en daar lopen dat soort ROC's ten opzichte van heel Nederland echt ver vooruit. Ik heb allerlei dingen verzameld natuurlijk. Gisteren, groot in het nieuws, grote zorg over technische opleidingen. Meneer Doekle Terpstra van het Techniekpact en ook het Zorgpact. Gisteren dus, as we speak, 40.000 tot 60.000 vacatures. En 1 citaat van hem is, niet onbelangrijk,
hadden we natuurlijk ook afgestemd. Hij verwacht dat het MBO het risico loopt op een VMBO-achtig doemscenario. He, beste mensen, want heel veel mensen willen we wel naar het MBO, maar die gaan niet meer naar het MBO, want die gaan naar het HAVO en de VWO. En die zijn we in de beroeps- en in de vakkundige lijnen zijn we die kwijt. Maar hij zegt ook, en dat geef ik even terug ook naar de mensen uit het bedrijfsleven hier, maar ik moet en wil ook de hand in eigen boezem steken. Het bedrijfsleven kan zelf ook veel meer investeren in technisch beroepsonderwijs. Het is van belang dat de industrie ook zelf een actieagenda maakt en daar zijn we mee bezig. Aldus de heer Doekle Terpstra, voorzitter van het Techniekpact en de brancheorganisatie Uneto VNI. Dan iets over het MBO, dus dit was alleen nog maar de inleiding, dus het loopt weer helemaal uit. Even kijken, wat ga ik doen? Wie druk ik aan? Wie duw ik naar voren? Is er iemand die ons hiermee helpt? Ja hoor. Twee waarheden. Het MBO, dat begrijpt u natuurlijk allemaal, hè, want ik ben chef propaganda van het MBO in ons land. Het MBO is de ruggengraat van de economie en de samenleving. Dat is ook zo. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW van de werkgevers, die zegt, we moeten naar een next level toe. Het klopt ook, we moeten in ons land ook naar een next level toe. Maar daar hebben we ook people bij nodig. En een deel van die handjes, van de handen, om dat te realiseren, dat zijn mensen die op het MBO zitten, of daar gaan komen, of daar zijn geweest, of daar gaan terugkomen. En zonder intensieve samenwerking gaat het niet lukken. We kunnen het niet meer alleen. Of dat nou triple O is, hè, dus de triple helix, onderwijs, overheid en ondernemingen. We kunnen het niet meer zonder elkaar. Er zal een continue mix komen tussen verantwoordelijkheden in netwerken, waarbij we weliswaar met scherpe verantwoordelijkheid waar je juridisch precies over gaat, maar we kunnen niet meer zonder elkaar. Nou, dat is dat zorgtrainingscentrum in IJsselstreek, is daar ook een voorbeeld van. En zo heeft Twente natuurlijk voorbeelden en zo heeft ook de Steden Driehoek en het Steden Vierkant voorbeeld. Wat zijn wij nou? Nou ja, wij zijn gewoon eigenlijk een clubhuis van 65 scholen. Wij zijn het bekostigde deel van het MBO. We zijn ook een kenniscentrum en databank, want al die scholen die wisselen informatie met elkaar uit. En we werken ook zeer nauw samen met het bedrijfsleven in SBB. Samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven. Samen met Michael van Stralen ben ik voorzitter van dat SBB. Gaat zo'n 50 miljoen per jaar in om, werken 600 mensen. En die maken eigenlijk datgene wat MBO-studenten moeten weten, de zogenaamde kwalificatiedossiers. En zij zijn verantwoordelijk voor het valideren van stageplekken in het bedrijfsleven, maar ook in de instellingen bij de overheid. Deze is onzichtbaar, dat is ook de bedoeling en dan kan ik er nog sneller doorheen. Maar wat zegt dit eigenlijk? Wat wil het MBO zijn? Nou, wij zijn er voor de starters, dat is de jongvolwassenen. Dat is overigens meer dan alleen maar het opleiden voor een beroep. Want wij leiden ook op voor goede en volwaardige burgers. Dat is een kerntaak van het MBO, vastgelegd in de wet educatie beroepsonderwijs. Wij kijken natuurlijk naar wat de jongeren willen en wat ze willen leren. Maar wij kijken er ook naar dat ze goede volwassen burgers worden. Want je bent juridisch als je 18 bent wel zelf verantwoordelijk. Je mag een bankrekening openen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je ook inkomen verwerft op een eerlijke wijze dat je die bankrekening kan vullen. Want het is ook nog belangrijk dat we goede burgers opleiden. Want grote mond is snel gemaakt rond 18, maar ook een beetje meedoen in de samenleving en je kunnen weerbaar opstellen op de arbeidsmarkt, dat is nog weer een tweede. We zijn er ook voor de doorstarters. En met de doorstarters bedoelen we mensen die op het MBO zijn geweest of andere opleidingen, maar die delen van het MBO weer gaan volgen op een latere leeftijd. En dat kan zijn tot 67, maakt niet uit, altijd welkom op dat MBO wat retengoed is. En we zijn er voor de herstarters. En de herstarters zal, denk ik, Mariska zo nog wel iets over zeggen. Dat is eigenlijk wat we bedoelen met zij die een tijdje zijn uitgevallen, om welke reden dan ook. Maar kunnen ook vluchtelingen, mensen in inburgering zijn vanuit landen waar het even iets minder vrede en veilig is. En die hier komen en die in feite een herstart moeten maken richting de arbeidsmarkt. Nou, wij doen entree, MBO 2, 3 en 4 zullen jullie vast wel eens van gehoord hebben. Het gros zit inmiddels op MBO 4, stijgt ook, want het gemiddelde opleidingsniveau in ons land stijgt. En dat zien wij ook in MBO 4 terug. Er zitten ongeveer zo'n 220.000 mensen in. In 3 zitten zo'n 180.000 mensen in. In 2, MBO 2 zo'n 60.000 tot 80.000 en entree
zo'n 10.000 tot 15.000, maar is wel de groep die de warme hand op de schouder nodig heeft, want de inzet, zeg maar, voor die groep is huge. Nou, er zijn zo'n 500.000 mensen die elke dag op het mbo verkeren en er zijn zo'n 55.000 mensen die daar werkzaam zijn. Vandaag zijn er ook een paar solidair met het basisonderwijs. En 55.000 stakende docenten uit het PO zijn er nu in Den Haag samen. Best veel. Ze krijgen ook veel geld. Dus met die acties vind ik het nu ook mooi geweest. Ze hebben hun zin. Dus mogen we weer aan het werk. Dat meen ik overigens wel. En ik ben wel blij dat de investeringen naar het basisonderwijs gaan. Je hebt ook niemand van de andere raden gehoord. Hè? Dus Tom de Graaf van het Vereniging Hogescholen. Of nu oud-Kamerlid Duisenberg van de universiteiten. Of Paul Rozemuller van het voortgezet onderwijs. Je hebt niemand van ons gehoord over dat het onterecht zou zijn dat er meer geld naar het basisonderwijs ging. Het is een belangrijk afgestemd signaal dat wij onze collega werkgeversvoorzitter Rinda den Beste in het basisonderwijs ook steunen met die acties. En ook even met mijn oude pet op vond ik het best wel weer een goed signaal dat de Algemene Onderwijsbond toch 55.000 mensen op het Malieveld heeft gekregen. En dat signaal was ook hard nodig, want een deel van ons basisonderwijs was absoluut tot barakken veroordeeld. En we moesten ons in dit land ook diep schamen dat we daar niet in zouden investeren. Nou, dat moest ik ook allemaal tussendoor nog even zeggen, dus dat heb ik gedaan nu. De studenten ongeveer die aantallen, dus dat telt dan op ongeveer 500.000. Het gros van de mensen zit in zorg, welzijn en sport. Tweede grote cluster is voedsel, groen en gastvrijheid. Dan techniek en gebouwde omgeving, zakelijke dienstverlening, ICT, creatief, handel, mobiliteit, logistiek, entree, specialistisch vakmanschap. En hier zie je entree ook de aantallen. Ik hoop dat jullie dat een beetje kunnen zien, zo'n 11.000, 12.000. Dat is ongeveer dit jaar gelijk gebleven. Maar de komende jaren, beste mensen, gaat er iets anders in het mbo gebeuren. En daar gaan we nu naartoe. Want waar hebben we mee te maken? In het mbo hebben we echt bikkelhard ook te maken met de krimp vanaf 2020 richting 2025. Je kunt allemaal de gebieden uittekenen, maar er is gewoon echt demografische krimp. De kinderen die nu geboren zijn, nou, over 15 jaar kunnen die ongeveer op het mbo terecht. Dus we weten nu wel vrij zeker hoeveel kinderen er in het land geboren zijn vandaag. En in potentie kunnen die naar het mbo. Je kunt niet met terugwerkende kracht kinderen maken en die dan vervolgens naar het mbo gaan. Dat gaat. Dan hebben we natuurlijk de vraag op de arbeidsmarkt versus datgene wat het mbo kan leveren. Tel alleen maar even op, ik liet net dat van Doekle Terpstra zien. 70.000 mensen zijn er nodig in de zorg op dit moment. Zo'n 40.000, 60.000 in techniek en gebouwde omgeving. En ik voorspel u tienduizenden mensen in de veiligheidssector. Van defensie, politie tot ICT-beveiliging en andere beveiliging. Dat wordt een huge deel van de arbeidsmarkt van de toekomst. En zoveel jongeren hebben we niet eens. Dus we moeten ook voor de mensen die niet meedoen, dan moeten we nu een enorme inhaalslag maken om de mensen te verleiden om naar andere beroepen te gaan die dan wel kansrijk zijn. Die krimp heb ik al gezegd. En we hebben in toenemende mate te maken met ouders en kinderen die zeggen niet naar het VMBO, maar naar de HAVO. Hoger is beter, dus ga nou maar eerst naar de HAVO. Dat is maar zeer de vraag of dat allemaal op langere termijn beter is. Maar het is wel een fact of life dat we dat zien. En dat heeft dus grote gevolgen voor de toekomst van het mbo. En verder moeten we alles in balans houden. Dat doen we ook. Dan gaat die, denk ik, toch nog een keer door. Dat betekent dat we een paar kernvragen hebben. Hoe motiveren we voldoende jongeren die ook nog eens de goede keuze maken op de verschillende tekortsectoren? Daar heb ik er net een paar van genoemd. En hoe krijgen we, dat is eigenlijk een tweede hoofdstroom, jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan boord? En sommige vallen tijdelijk uit, maar sommige vallen ook heel lang uit. Ik hoor van sommige wethouders, ik weet niet of dat helemaal klopt, dat weet Mariska, denk ik. Nee, dat denk ik niet, dat weet jij veel beter. Ik hoor toch echt gemeentes die zeggen, meneer Heerts, 65% van de nieuwe instroom in de bijstand zijn mensen zonder startkwalificatie. Ik herhaal dit nog even één keer. 65% van de nieuwe instroom in de bijstand zijn jongeren zonder startkwalificatie. Als dat echt zo is, moeten wij als de wiede weerga met elkaar
zorgen dat die jongeren in de periode 16-17 tot 6-27, dat we die niet loslaten. Want dat is dus een potentieel instroom in de bijstand. En één ding is zeker, als je daar één keer in zit, wordt het knap ingewikkeld om er weer uit te komen. Maak ik me grote zorgen over, ook in bredere zin, want dat betekent dat we een groep krijgen die zich nog verder afstoot van de samenleving en we weten allemaal waar dat toe kan leiden. Dan hebben we een derde bullet en die is echt belangrijk, leven lang ontwikkelen. Dat moet in onze genen gaan zitten, dat een opleiding wordt afgerond, maar dan begint er iets, maar er begint ook iets anders eigenlijk weer opnieuw. We zullen absoluut met elkaar eraan moeten wennen dat leven lang ontwikkelen leuk wordt. En dat je gewoon af en toe een paar maanden, of een zaterdag, of een zondag, maar dat je terugkomt op of in een leeromgeving, kan op blended learning zijn, kan op afstand zijn, maar dat je zult moeten bijscholen in het kader van leven lang ontwikkelen. Omdat nou één keer de skills die gevraagd worden, die vragen echt voortdurende aanpassingen. En dat betekent ook dat mbo daarop zal moeten inspelen. En niet iedereen van mijn achterban vindt dat leuk om te horen. Docenten natuurlijk ook niet. Maar wij zijn er 24 uur per dag open. 7 dagen in de week. 365 dagen per jaar. Wij zijn permanent open om in te spelen op die mix van wat het bedrijfsleven en instellingen vragen en wat wij kunnen leveren. En als ik hoor termijnen van 8 jaar dat het duurt om iets in het mbo aan te passen, dat moeten we over een paar jaar, hoop ik, dat we kunnen zeggen dat was vroeger zo. Wij zullen echt, als de wiede weerga, moeten inspelen met die jongeren op een zeer aantrekkelijke arbeidsmarkt. En onze docenten zullen ook veel meer makelaar worden in verschillende beschikbare leermiddelen die er zijn. Hè, digitaal leren, blended learning, noem het maar op. Maar ook met gastdocenten. Waarmee we eigenlijk gewoon scholen bedrijven maken en bedrijven scholen. Zonder dat we de verantwoordelijkheid van elkaar overnemen. Nou, en in die leeromgeving kan ik wel zeggen dat het mbo heden ten dagen, die 66 scholen waar ik dan de belangen voor mag behartigen, dat mbo is retegoed, onder andere met jullie steun. Dank jullie wel. Wat wij vooral merkten in onze wereld is dat er leerlingen binnenkwamen die eigenlijk van dusdanig niveau waren dat je helemaal opnieuw moet beginnen met opleiden. Next Technician bestaat uit het bedrijfsleven. Dat zijn de personenwagenbedrijven, de vrachtwagenautobedrijven en fietsbedrijven en het ROC van Amsterdam. Binnen de stichting Next Technician komen er vanuit het bedrijfsleven concreet vragen van we willen mensen opgeleid hebben, meer richting elektronica. Dan heb ik het over de connectiviteit. Elke auto is tegenwoordig, kan je op je appje zien waar de auto is, wat die doet, hoeveel brandstof die gebruikt heeft. Op school werd daar eigenlijk geen les in gegeven. Nou, op het moment dat je dat niet zegt tegen elkaar, weet de school ook niet dat ze daarop moeten sturen. Ik zie ook het belang van de samenwerking om met z'n allen naar één toekomst te kijken. Mensen beter op te leiden, en niet alleen beter op te leiden, ook mensen zien te krijgen. Sportcentrum Amsterdam is actief lid. Wij nodigen aankomende leerlingen uit, HAVisten, mensen van de MAVO, maar ook LBO'ers. Die krijgen rondleidingen. We doen praktijkopdrachten om te laten zien wat gebeurt er nou binnen ons bedrijf. We leiden leermeesters op om elke dag de leerlingen te begeleiden. Die gaan soms ook naar school om andere leerlingen die niet van ons zijn en niet bij ons werken, om ook de aandacht aan hun te geven. Het is niet zo dat binnen de stichting Next Technician het bedrijfsleven roept en de school volgt. De school heeft zich ook te houden aan wetgeving, aan regels zoals die zijn in Nederland. Een opleiding moet afgesloten worden met een diploma. Ook het bedrijfsleven moet er rekening mee houden. Daarbij hebben ze ook inspanningsverplichtingen. Wij moeten de ruimte geven om de leerlingen op te leiden. We moeten de leerlingen begeleiden. Dat gaat twee kanten op. Het leuke is dat je met elkaar in gesprek gaat. Dat is altijd leuk. En twee is dat je met z'n allen één doel nastreeft in plaats van afzonderlijk. Een van die doelstellingen was een mobiliteitsopleiding en daar is uitgekomen dat er een nieuwe school wordt opgericht. Een complete mobiliteitsschool. Er zitten heel veel leuke kanten aan. Je trekt nieuwe leerlingen, ander soort leerlingen. Dat heeft de branche ook nodig. Dus er komt meer diversiteit in mensen binnen de mobiliteitsbranche. En dat maakt het denk ik heel interessant.
Mooi, dan is het nu de beurt aan Mariska ten Heuw, SP-wethouder in Hengelo. Mariska, ga je gang. Ja, dank je wel. Je gaf al in je inleiding aan. Ik ben inderdaad wethouder werk en inkomen en economie in de gemeente Hengelo. Maar vandaag hier vooral aanwezig vanwege de landelijke rol die ik heb op het gebied van aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. En dan met name voor de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. En dat is een hele tour, kan ik u verklappen. Want ten eerste heb je te maken met een kleine 400 gemeenten die daar natuurlijk ook allemaal hun ideeën over hebben. Grote steden, kleine dorpen, hele grote steden. We hebben te maken binnen overheidsland met het UWV, met drie ministeries die zich met dit onderwerp bezighouden. Het bedrijfsleven, wat ervan vindt, werknemersorganisaties, etcetera. Wat ik de afgelopen jaren heb gezien is dat iedereen eigenlijk zich steeds meer bewust wordt van het feit dat we een groep kwetsbare mensen hebben. En ik zoom straks wat nader in op de groep kwetsbare jongeren op die arbeidsmarkt. Dat signaal komt van werkgevers, dat komt van werknemersorganisaties, dat komt natuurlijk van gemeenten die inderdaad zien dat de bestanden binnen de bijstand meer en meer gevuld worden door mensen die geen startkwalificatie hebben. Dus het probleem, als je het zo zou willen noemen, is bij iedereen echt ontegenzeggelijk, staat dat op het netvlies. Maar vervolgens is wel de vraag, hoe gaan we dat met elkaar oplossen? Ton gaf net in de drie kernpunten ook al aan waar het mbo voor staat. Laat ik er van de kant van de gemeente van zeggen dat er geen enkel verschil van inzicht is over het belang van het mbo voor onze arbeidsmarktregio en voor alle mensen die een baan nodig hebben. Dus als ik niet inga op de mensen op niveau 2, 3 en 4, dan doe ik daar niks aan de opmerkingen van Ton aan af. Maar ik wil het met name hebben over die kwetsbare groep. En misschien is het goed om in dat kader u eens even nog te laten kennismaken met Rosalie. En Rosalie die vertelde mij het volgende verhaal. Dag, ik ben Rosalie, 19 jaar. Een paar jaar geleden heb ik met nogal wat moeite mijn VMBO-diploma gehaald. Ik ben begonnen met een BBL-opleiding, gastvrouw niveau 2 aan het ROC. Na een half jaar kwam ik erachter dat ik verkeerd gekozen had. Ik ben overgestapt op de BBL-opleiding helper, zorg en welzijn. Maar ook dat wordt hem niet. Ik vind het echt veel te moeilijk en ik kan mij niet motiveren. Mijn ouders, die vinden het wel best. Die hebben ook geen diploma. Ik ga liever naar de stad. Lekker een beetje rondhangen met mijn vriendinnen. Op het ROC hebben ze gezegd dat ik met deze opleiding moet stoppen. Ik ben inmiddels 19, dus niet meer leerplichtig. En omdat ik een VMBO-diploma heb, kan ik niet naar de entree. Met het onderwijs ben ik dus klaar. Ik heb me niet ingeschreven op werk.nl, want ik ga geen uitkering aanvragen bij de gemeente. Die gaan zich dus voorlopig niet met mij bemoeien. Want al die mensen die een uitkering hebben, die gaan voor. Als ze die aan een baan helpen, levert ze dat geld op. Ik blijf lekker nog bij papa en mama wonen. Die hebben tot nu toe ook alles voor mij betaald. De bank thuis zit best lekker. En ik zie wel wie mij daarvan afkomt halen. Ik denk een mooie illustratie voor één van die kwetsbare jongeren waar we het net over hadden. En om te illustreren over hoe groot die groep is, wil ik een aantal getallen met u doornemen. De Universiteit van Nijmegen heeft vorig jaar een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat in de leeftijdsgroep 23 tot 27 jaar, dus dan hebben we het nog niet over de groep van Rosalie, 23 tot 27 jaar zijn er op dit moment in Nederland 138.000 jongeren die geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt hebben. Overigens wil ik niet zeggen dat per definitie iedereen zonder startkwalificatie kwetsbaar is en iedereen met per definitie een super toekomst tegemoet gaat. Maar het gaat er even om dat de startkwalificatie in zijn algemeenheid wel wordt gezien als een basis om een goede kans op die arbeidsmarkt te hebben. Dus 138 jongvolwassenen tussen de 23 en 27 jaar beschikken niet over een startkwalificatie. En dat getal, dat schuift natuurlijk op, want die 27-jarigen worden 28 en er komen weer nieuwe in. Maar het getal, dat blijft best wel stabiel. Het aantal vroegtijdig schoolverlaters
Dat daalt gelukkig de afgelopen jaren, maar we zitten nog steeds landelijk op de 23.000. En een groot percentage van de uitval van het VSV komt voor rekening van het MBO. Met andere woorden, dat zijn mensen die, of jongeren die ingeschreven staan op het MBO en die op het MBO geen diploma halen. 78% is dat overigens. Dan de uitstroom uit het praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is in principe eindonderwijs, leidt niet op tot een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt, maar er zijn ongeveer 6000 leerlingen per jaar die het praktijkonderwijs verlaten. De helft ongeveer gaat door naar een andere vorm van onderwijs, vaak aan entree, soms mbo 2, en de overige helft stroomt dus uit het onderwijs, komen op die arbeidsmarkt terecht, in principe zonder startkwalificatie. En dan hebben we nog de uitstroom uit het VSO per jaar, het voortgezet speciaal onderwijs. Rond de 9000 jongeren verlaten jaarlijks het VSO. En ook daarvan is het beeld, de helft stroomt uit naar de arbeidsmarkt, de andere helft gaat toch nog een vorm van een vervolgopleiding doen. Nou, als je die groepen bij elkaar optelt, dan kom je tot ongeveer 163.000 jongeren per jaar. Of op dit moment, laat ik het zo zeggen, die op dit moment dus niet over een startkwalificatie beschikken. En die we dus zouden kunnen betitelen als kwetsbaar op die arbeidsmarkt. Nou, en als je dat getal wat extrapoleert naar Overijssel, en dan weet ik wel dat dat niet helemaal klopt, maar als je dus het landelijk aantal zou nemen en dat afzet tegen de Overijsselse bevolking, dan hebben we het hier in Overijssel over tussen de 10.000 en 11.000 jongeren die dus tot op dit moment, tot 27 jaar, niet beschikken over een startkwalificatie op de arbeidsmarkt. Nou, en wat kunnen we daarvoor doen? Dat was ook een van de vragen die Tom net aangaf. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat voor die groep jongeren die geen startkwalificatie kan halen, en laten we daar gewoon met z'n allen heel eerlijk over zijn, die groepen zijn er gewoon, die gaan op rekenen en taal dat niveau niet halen, maar die hebben wel ontzettend veel talenten. Talenten die ze ook op die arbeidsmarkt kunnen inzetten. En voor die groep is het heel erg van belang dat ze in een combinatie van leren en werken bijvoorbeeld een arbeidsmarktkwalificatie halen. Dus waar ze in een bedrijf kunnen laten zien wat ze wel kunnen. Een andere manier zou kunnen zijn dat je met deelcertificering maakt. Zo'n diploma geeft natuurlijk altijd heel erg aan van wat iemand kan. En vaak is het een kwalificatie voor iets wat je het minst goed kunt. Kan. Iemand die bijvoorbeeld heel slecht is in wiskunde, maar in alles verder uitblinkt, gaat nooit een VWO-diploma halen, maar zal bijvoorbeeld HAVO halen. Dus een arbeidskwalificatie ademt veel meer uit wat iemand wel kan en komt dus tegemoet aan wat ook het bedrijfsleven vaak wil weten. Wat kan iemand wel, waar is iemand op inzetbaar? Dus arbeidsmarktkwalificaties en deelcertificeringen. Wat ook ontzettend belangrijk is voor onze kwetsbare groep jongeren, is gewoon coaching. Ton gaf het al aan, die warme hand op de schouder, die is voor deze groep meer dan ooit van belang. Vaak in het praktijkonderwijs, maar ook wel in het entree, zijn jongeren natuurlijk begeleid. En we zien gewoon dat het heel hard nodig is dat op het moment dat die jongeren bij een werkgever komen, dat ze ook die begeleiding blijven houden. Vorm van jobcoaching, life coaches, buddies, dat zijn echt de factoren die helpen dat mensen niet uitvallen en ook daadwerkelijk op die arbeidsmarkt kunnen blijven. Dan hebben we natuurlijk veel jongeren, ik noemde net Rosalie. En Rosalie bestaat echt en soms heet Rosalie Ahmed, soms heet Rosalie Jan en soms heet Rosalie Linde. Maar dat zijn jongeren die gewoon simpelweg van onze radar verdwijnen. Zich niet inschrijven, zich bewust onttrekken aan de waarneming van de overheid. En we moeten ervoor zorgen dat we ze weer op de radar krijgen. En een van de initiatieven die daar goed bij zou passen, zou toch het initiatief zijn van de MBO-raad om een perspectiefjaar in te voeren voor die jongeren die we niet meer kennen, om ze weer bij te scholen, te kijken of ze toch nog weer een stap naar een vorm van onderwijs kunnen maken.
Daarbij zou wat mij betreft bijvoorbeeld ook de infrastructuur van de SW-bedrijven, de sociaal werkvoorzieningsbedrijven, een ontzettend goede rol kunnen hebben. Ook onlangs nog weer door de landelijke SER bevestigd. SW-bedrijven overal in het land aanwezig hebben natuurlijk infrastructuur die juist ook heel erg geschikt is voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Of het nou in de groen is of in de productie of in andere vormen. Dus laten we dus voor zorgen dat we ook hier in deze provincie die infrastructuur inzetten. En het leven lang leren, de inzet die Ton ook aangaf, ook dat zal voor deze groep heel erg van belang zijn. We weten allemaal dat jongeren die het praktijkonderwijs verlaten en bijvoorbeeld een jaar of twee jaar thuis komen te zitten, de vaardigheden die ze op het praktijkonderwijs hebben aangeleerd, heel snel weer kwijt zijn. Dat heeft ook alles te maken met competenties. Dus we moeten ervoor zorgen dat die aansluiting van het onderwijs op die arbeidsmarkt, dat die naadloos is en dat er geen zwarte gaten vallen. Nou, ik heb een aantal punten genoemd wat we zouden kunnen doen. En ga voor aan. Ik vind ook echt dat wij daar als overheid ook een voortrekkersrol in moeten spelen. Om dat samen met de partners in onze steden ook vorm te geven. Ik heb dat in Hengelo inmiddels gedaan. Wij hebben bijvoorbeeld een LEF-project opgezet om juist de jongeren die de kans lopen om extra kwetsbaar te zijn op die arbeidsmarkt, in de overgang van het praktijkonderwijs en het VSO naar die arbeidsmarkt, om daar buddies op te zetten en om daarin samen te werken. Wij zijn met de MBO-raad in gesprek om te kijken of we het perspectiefjaar, zoals ik net noemde, voor de jongeren die van de radar zijn verdwenen, of we dat vorm kunnen geven. En ik ben er best trots op dat de gemeenteraad van Hengelo, hoewel het idee nog verder uitgekristalliseerd moet worden, al anderhalve ton, 150.000 euro per jaar daarvoor heeft vrijgemaakt om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. Want zij zien ook dat deze jongeren kans verdienen. En als we het nu niet doen, dan, Ton gaf het ook al aan, dan weten we zeker dat we de komende 40, 50 jaar moeten investeren in allerlei reïntegratietrajecten, waarin mensen kortdurend in de uitkering zitten, dan weer aan het werk zijn. Dus wij geloven er heel erg in dat dat bieden van perspectief en een langdurige plek op die arbeidsmarkt met bijvoorbeeld behulp van zo'n perspectiefjaar echt vorm en inhoud kan krijgen. Vervolgens zijn we dus aan het onderzoeken, ook samen met het ROC van Twente, hoe we een vorm van deelcertificering, hoe we dat ook daadwerkelijk vorm kunnen geven en ook bij de werkgevers als een wenkend perspectief kunnen zien, waarbij dus wordt onderstreept wat we mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Dus een boel werk aan de winkel. Ik hoop dat ik met de getallen u enigszins heb meegenomen in dat het toch echt een pittige opgave is en die van ons allemaal heel veel energie, tijd, maar ook vooral lef zal vragen om de bekende schotten te doorbreken en nu voor deze groep te gaan staan. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel, Mariska. U hebt meteen al een vraag. Ja, ik wou vroeg van de dood van de landelijke hersens van de wethouder. Ik hoor roepen, heel veel werk voor de jongeren. Nou, misschien ging het zonder ook wel. Heel veel werk voor de jongeren. Ik hoor u zeggen, er zijn te weinig jongeren voor de MBO, want u heeft een chronisch tekort. Wat gaat u doen, of wat kunnen we met z'n allen doen om de 45-plussers die uit een technisch beroep komen, en meneer Heers heeft het al een beetje aangehaald, hè, in een van zijn dia's, maar om die nu versneld naar een ander traject te krijgen, ook op mbo-niveau, waar wel vraag naar is. Helder, Mariska of Tom? Hier in Overijssel, maar ik zie Eddie ook zitten, hebben we het intersectoraal mobiliteitsplan. Dat is er bij uitstek voor op mensen die dus uit bijvoorbeeld technische beroepen komen of in beroepen waar op dit moment geen arbeid is, om die met scholing te begeleiden naar een andere sector. Dat kan binnen de sector zijn, want bouw is bijvoorbeeld ook techniek, van de bouw naar de elektrotechniek, maar dat kan ook naar een hele andere sector zijn. En het mobiliteitsplan hier in Overijssel, daar hebben de verschillende, dus overheid, onderwijs en bedrijfsleven hebben zich ervoor ingespannen om juist de vraag die u stelt met elkaar te kunnen tackelen. Er is geld voor beschikbaar om die scholing te faciliteren. Intersectorale mobiliteit. En dat werkt? En dat werkt, want volgens mij, Eddie, hoeveel matches hard was?
1400 zijn er nu sinds anderhalf jaar, denk ik, dat het intersectoraal mobiliteitsplan nu loopt. Het loopt nog even door. Er is ook nog geld beschikbaar, want we zien ook dat laten we daar ook eerlijk in zijn, de mensen die op dit moment geen baan hebben, daarvan is de helft ongeveer boven de 45-50. Dus het appel wat u doet is ook heel terecht. En juist zo'n intersectoraal mobiliteitsplan kan scholing en dus weer een duurzame plek op die arbeidsmarkt heel goed faciliteren. En er is nog financiële ruimte om daaraan nog te werken. Ton heeft de behoefte om nog wat toe te voegen. Ja. Wat ik waarneem is, want daar zijn wel gelden voor, maar een van de allergrootste problemen eigenlijk als je natuurlijk een eigen huis hebt of je hebt een lening of je hebt een huurwoning, dat is die inkomensondersteuning ten opzichte van de scholingskosten. Dus je hebt natuurlijk scholingskosten, dat lukt meestal nog wel, ook vanuit verschillende fondsen. Maar het gaat er natuurlijk over, blijf je voldoende inkomen hebben gedurende die scholingsperiode. Ik denk dat het tijd rijp is dat we kijken of de WW-middelen, we hebben ze weliswaar op dit moment tekort aan WW-middelen, maar dat je toch overweegt dat als bijvoorbeeld een WW abrupt eindigt, hè, want dat hebben we precies uitgerekend hoe lang dat duurt, maar stel nou dat die scholing die wordt aangeboden op het mbo of bij een private aanbieder, dat die opleiding toch nog 3 maanden langer duurt, dan moeten we met elkaar durven nadenken over wederkerigheid. Wij zorgen dat dat inkomen, en of dat allemaal precies hetzelfde is, toch nog een tijdje doorloopt. Dat geldt overigens ook voor de bijstandsuitkering. Hè? Dus met behoud van uitkering wel leren. Dat is wat anders dan met behoud van uitkering werken. Hè? Want die hele focus in de WW en in de P-wet is nu werk. Ik denk dat we er naartoe moeten dat voor dat werk, als dat niet meer aansluit, dat we ons dan focussen op scholing naar ander werk. En dat betekent volgens mij een wisseling in onze gedachten over preventie van scholing. Ik heb net genoemd 65% instroom, bijstand, geen startkwalificatie. Dat we dan aandurven dat misschien 70% of 80% die inkomensondersteuning toch gegarandeerd is. Goed, daar nog een vraag? Ja, wij zoeken continu mensen die in de regio-sector aan het werk kunnen. Wij leiden jongeren op. Het samenwerkingsverband is wellicht bekend. Krijg je direct een BBL-traject aangeboden waarbij je een vooropleiding past. Maar wij komen voor die opleiding nog steeds mensen tekort, ook in de crisistijd. Maar ook oudere zij-instromers hebben we altijd voor ogen gestaan, maar ook daar, ook met SRW-verplichting, we komen nog steeds heel moeilijk aan mensen. Nou kan het goed zijn dat wij de PR helemaal verkeerd doen, maar wij weten blijkbaar elkaar niet te vinden. Ik hoor veel werkloosheid, wij kennen dat, wij herkennen dat ook. Maar als ik de naam Rosalie hoor, die Rosalietjes hebben wij ook wel eens. Maar als het komt dat ja, eigenlijk toch een beetje gedemotiveerd en zo en weinig zin hebben, dan kunnen wij er in de, als werkgever ook vaak niet zoveel mee. En dat is een complex verhaal, maar met name missen wij gewoon een heleboel potentiële werknemers die wij heel graag opleidingstrekken, alles wordt betaald, graag aan het werk zou willen hebben. Dus ergens is er een mismatch. Voor wie is de vraag? Voor Mariska? Voor... Nee, maar ik denk, uw verhaal is wel heel herkenbaar. 2 jaar geleden nog wat minder, maar nu zien we gewoon in alle sectoren zien we die krapte eigenlijk ontstaan. Of het nou de horeca is, of de techniek, of de bouw, of de verzorging. Wat je heel erg ziet is het appel wat werkgevers voortdurend doen aan algemene werknemers. Skills die dus ontwikkeld moeten worden. Ik hoor ook vaak van werkgevers, ja weet je, als er maar een goede kop op zit, het leren, dat doen wij daar dan wel. En met name als het gaat om werk wat relatief laag geschoold is. Alleen, wat wij gewoon nu zien, ook als gemeente, is dat de mensen die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, die nou ja, die competenties als het ware vanzelf hebben, die zitten niet meer in de bakken van de gemeente en het UWV. En dat betekent dus dat er een veel langer scholingstraject nodig is om die competenties weer goed te krijgen. En ik zei niet voor niks net, en daar wil ik niks tekort doen aan het praktijkonderwijs, maar je ziet natuurlijk wel dat hoe langer jongeren uit een bepaald ritme zijn, hoe lastiger het is als je weer gewend bent om 's ochtends uit te slapen en niks te hoeven, dan duurt het langer voordat je weer in het ritme van die algemene werknemersvaardigheden bent. Ja, en daar moet heel veel energie op om die groep die er dus wel is, om die wel beschikbaar te hebben voor de arbeidsmarkt. Want ook die groep hebben wij echt heel hard nodig
om het werk hier in Nederland en in Overijssel klaar te krijgen? Ja, het heeft denk ik deels te maken met imago van het beroep. Hè. Ik doe ook nog wat in toezichthoudende functie ergens met alles wat onder de grond ligt. Zeg maar alle infra die nodig is, gas, water, licht noem ik dat dan maar even. Het imago wat ze laten zien is sleuven en gas, water en licht. Maar je kunt ook zeggen de badkamer. En wij zorgen dat het warm water hier stroomt. Dan wil ik niet zeggen, ik wil het ook niet bagatelliseren. Want met storm en nu die leidingen leggen is ook niet allemaal even leuk. Dus je moet wel goed beloond worden. Dit is imago van de sector aan de ene kant. Het tweede is de persoonlijke benadering. Echt bij jongeren en bij ouders aanbellen. We hebben je in dit land nodig. Dat bedoel ik met die warme hand op de schouder. Die stok staat ver achter ons. Is wel nodig soms, hè? Want ik wil echt niet iedereen, het is allemaal halleluja. Dus als jij je bed echt niet uitkomt en je verrekt dat keer op keer, dan komt die stok ook een keer in de buurt. En dan wordt de warme hand op de schouder gewoon een stevige trek. En dan sleuren we je erbij. Dan ga je waarschijnlijk een andere richting op overigens. Maar het aanbellen en jongeren echt de overtuiging geven dat ze erbij horen is heel belangrijk. Wil ik één voorbeeld over noemen. De uitblinker dit jaar van het MBO, dus dat is onze MBO-ambassadeur van het jaar, die heeft tot haar 14e in het praktijkonderwijs te horen gekregen wat ze niet kon. Daarna kwam er een individuele docent, hè, dus hoe we soms ook in systemen denken, een ROC-docent. En ik zeg hier niks mee over het VO, want dat gaat allemaal veel te makkelijk, dat wil ik ook helemaal niet. Maar dan krijgt zij het zelfvertrouwen. Zij is nu bijna 5 jaar verder, heeft heel lang te horen gekregen met haar ouders wat ze niet kon. En zij staat op het punt om hoofdagent van politie te worden. Dan moet je mij maar eens aangeven in al die groeiboekjes en al dit soort dingen, hoe dit kan in ons land. Ik denk dat dat toch te maken heeft met een warme benadering. En dat sommigen in ons land ook eigenlijk een bedrijf hebben gemaakt om anderen dom te houden. Ik zeg het nu even heel zwart-wit, maar we moeten de dingen in ons land wel gaan benoemen. Dus je kunt ook in systemen gevangen worden. En daar heb je een omgeving voor nodig, inclusief je vrienden en vriendinnen. We hebben jou nodig. De verdubbeling van de A1 komt er niet zonder uw bedrijfstak. Dus we kunnen de hele dag godsgruwelijk ergeren aan dat het bij Badmen weer vastloopt. En jij kan het verschil maken. Nou ja, dat is een beetje de benadering. Wel goede CEO, hè? Wel goede CEO. Even een wedervraag, hè? Gaat er nou bij u van alles leven waarvan u denkt van, hey, hier kan ik in mijn beroepspraktijk iets mee om die kwetsbare jongeren weer duurzaam in het arbeidsproces te krijgen. Gaat er bij u wat leven? Ja, ja bij mij... Wacht even hoor, er komt een microfoon aan. Ja, mijn belangstelling werd getriggerd door uw opmerking over jobcoaching. Ik houd me bezig met het sociaal akkoord in het kader van een cliëntenraad. En daarin is onder andere vastgelegd dat er jobcoaching, dat daar subsidie voor is. Naast de loonkostensubsidie en de no-risk polis. En ons is gebleken uit de praktijk dat die jobcoaching helemaal niks voorstelt. Dat is een gemiste kans, want het zijn kwetsbare mensen. Die hebben vaak begeleiding nodig op de werkplek om te kunnen functioneren. Het is bedoeld om de werkgevers te ontlasten. En dan horen wij terugkoppeling van ja, 2 keer een gesprekje van een half uur in een half jaar. Geen rapportages, geen kwalitatieve ondersteuning. Het is alleen maar een administratief gebeuren. En waarschijnlijk zal het lokaas zal zijn de subsidie die ervoor klaar ligt. En ik vind dat eigenlijk dramatisch. Want die afspraak realiseren is heel belangrijk. We hebben er nogal wat voor ingeleverd, dus er moet ook iets voor terugkomen. Maar kunt u daar nu in uw eigen praktijk iets mee? Kunt u daar iets aan doen? Ik ben ermee bezig, maar het is een beetje... Ja, ik zou niet zeggen vechten tegen de bierkaai, maar het wordt zo langzamerhand wel onderkend dat jobfinding iets anders is dan jobcoaching. Mm-hmm. Het is ook gewoon een platte kwestie van geld. Destijds toen de P-wet, natuurlijk de participatiewet naar de gemeente ging, een nieuwe doelgroep erbij kwam, omdat de Waaijong eigenlijk op slot ging als je niet duurzaam arbeidsongeschikt was, WSW-wet, is er een participatiebudget meegegaan waar dan de werkplekaanpassing voor moet worden geregeld, maar bijvoorbeeld ook de jobcoaching uit moet. Ja, en het bedrag is eigenlijk zo laag dat er dus inderdaad het contact tussen de klant en de coach waarschijnlijk vaak niet goed genoeg is of lang genoeg is om die warme hand echt warm genoeg te laten zijn.
Lichte begeleiding, 2700 euro. Gemiddelde begeleiding, iets in de 5000 euro. En intensieve begeleiding, 6700 euro. Per waarjonger. Dus waarjongen, dus de tarieven die het UWV nog hanteert. Bij de gemeenten liggen ze nog veel lager. Hè? Geef ik maar even aan, gelet op de budgetten die er zijn. Het gaat om het belang van jobcoaching, om kwetsbare jongeren. Heel vaak wordt ook gezegd, hè, zeg ik maar even, dat zo'n warme hand dat iets tijdelijks zou moeten zijn. De ervaring leert ook dat juist voor kwetsbare mensen dat niet iets is wat je 1 of 2 jaar moet doen, maar wat je misschien wel iets kunt afschalen, maar die warme hand die blijft heel hard nodig. En dat is denk ik ook iets wat we ons soms onvoldoende realiseren, dat het dus niet eventjes is, het blijft permanent nodig. Ik wil nog heel even het financiële belang onderstrepen. 100.000 maal 6500 euro. Of laten we tussenin gaan zitten, 5000 euro. Dat gaat dus echt om heel veel geld. En straks krijgen we hetzelfde scenario als met de PGB's. Het wordt misbruikt. En ondertussen zitten de slachtoffers in de bijstand. U zegt dat te weinig gedaan wordt voor het geld dat er nu voor beschikbaar is. Nou, even in aanvulling wat Mariska zegt, dat is waar. Kijk, als je nou even, daarom ben ik ook voor die acties die vandaag in het PO zijn geweest, hopelijk. Kijk, als je 12 bent en het gaat je goed en de hele omgeving is oké, dan ga je bijna 12 jaar studeren met overheidssteun. Dan moet je een deel lenen natuurlijk, weet ik allemaal wel, en allemaal politiek ingewikkeld. Maar je hebt 6 jaar VWO en 6 jaar bachelor en master. Als je kijkt naar de groep waar we het voor een deel nu over hebben, willen we allemaal sneller, korter en naar de arbeidsmarkt. Dat is een totale desinvestering. We moeten echt de knop helemaal omzetten. Dat een deel van deze groep, dan noem ik het maar even de onderkant, die heeft juist misschien wel tot 27 en misschien wel tot 30... en sommigen misschien nog wel langer, echt die warme hand nodig om door te kunnen functioneren. Want ze moeten het ook bij kunnen houden. En dan heb je nu hier en daar mensen die zeggen zo snel mogelijk van het VMBO, zo snel mogelijk naar de arbeidsmarkt als ze dat al afmaken, want dan zijn ze productief. Maar is dat, beste mensen, het rendement op langere termijn? Want die mensen, als we dat is korte termijn denken, en als je naar de langere termijn kijkt, moet je daar langdurig op investeren, dan hebben ze het gevoel ze horen erbij. Dik door de 20 heen gaan de meesten op zichzelf, kunnen zelf dan ook aan inkomen voorzien, worden doorgaans gelukkiger en melden zich waarschijnlijk nooit meer bij de wethouder werk en inkomen, maar als het goed is bij de wethouder economie voor vernieuwingsplannen. Helder. Goed, dus aan u de vraag wat u nu zelf in uw eigen beroepspraktijk gaat doen om die kwetsbare jongeren langdurig en duurzaam terug te krijgen in de arbeidsmarkt. We moeten hem afsluiten. Ik zie daar de organisatie al staan. Ik wil u een hartelijk applaus vragen voor Ton Heert en Mariska ten Heel voor hun inspirerende verhaal.